Nog 9 wedstrijden te gaan in deze competitie in de topklasse. En er is weer een thuiswedstrijd tegen ONS Sneek. Dat zijn a priori eigenlijk altijd wel fantastisch enerverende potten voetbal. En Jan Veldhuizen zou zeggen op mijn vraag, wat vind je van die ploeg? Lastige ploeg, zei hij dan altijd. Ik denk dat jij dat ook wel zal zeggen. Ja, daar ben ik wel met hem eens dan, ja. Want het zijn ook inderdaad de wedstrijden, als ik daar aan terug moet denken, ook met mijn vorige clubs, hebben we volgens mij nog nooit makkelijk gewonnen van ONS. En dat zegt wat over hun mentaliteit als ploeg zijnde. Ze spelen vrij opportunistisch ook. Dus ze spelen altijd wel om vol voor de winst te gaan. Ja, dat levert vaak ook nog wel op dat het beide kanten op kan vallen. Dat is een beetje clichématig, maar ik bedoel eigenlijk aan te geven van... veel in aanval betekent ook ruimtes achterlaten. Ruimtes op middenveld zullen groot worden vandaag. En achterin zullen ze dan misschien ook wat kwetsbaarder worden. Dus het gaat er vooral bij ons vandaag om dat wij in ieder geval die ruimtes goed gaan benutten. En hoe ga je dat dan doen? Via de bekende opbouw van achteruit of ze nu dan ook eens de bekende peer naar voren? Nou ja, kijk, het is wel even van, kijk, hun zullen wel druk gaan zetten. De vraag is even van, doen ze dat echt goed gegroepeerd met het hele team? Of valt het een beetje uiteen? Ik verwacht dat laatste, dat het wel een beetje gaat gebeuren op veel momenten. Ja, en dan is het voor ons juist de kunst om er tussendoor te voetballen. Vooral de ruimte die op middenveld komt te liggen, daar moeten we dan vooral tussendoor voetballen. Om uiteindelijk van daaruit weer onze spitsen te bereiken, om kansen te creëren. Hoe is het met je basis? Ik neem aan dat ze er zin hebben in deze pot. Eindelijk weer een lekkere thuiswedstrijd en op kunstgras. Ja, op kunstgras, ja. Nee, nou ja, goed, kijk, ik denk dat de belangen zijn natuurlijk gewoon duidelijk voor iedereen. Iedereen weet in wat voor fase we nu terechtkomen. Waarin wij dus of definitief naar boven gaan kijken of... gewoon de punten moeten blijven sprokkelen om bij de onderste weg te blijven. Op dit moment hebben we een groot gat en... willen we dat zo houden? Dat gat kun je vergroten vandaag. En je kunt vol druk opzetten op de 7e plek. En de groep weet dat donders goed. En je kunt gewoon niks meer laten liggen nou. Je moet gewoon een topdag hebben. Normaal er staat winst of verlies wel buiten. Hè? Maar je moet gewoon wel er alles aan gedaan hebben weer vandaag. Om het maximale resultaat te halen. Ja, en dat kan ook wel met een nederlaag helaas. Maar het gaat er wel om van dat je er alles aan doet. Wij gaan ervan uit dat we gaan winnen natuurlijk. Ik weet wat voor dier jij zou willen zijn als je een dier was. Herhaal dat nog eens even. Laat maar zitten, jongen. Laat maar zitten. Dan zou de tegenstander behoorlijk veel last van kunnen krijgen. Dus wel, dat zou wel een wapen zijn. Ja, ik denk dan niet dat het wapen van vandaag is. Oké, laat hem maar verder niet over voetballen. Ik wens je namens DVS TV heel veel succes vanmiddag met je jongens. Ja, dankjewel. Ja. En ONS Sneek heeft afgetrapt. De aanvoerder paast hem hier naar de rechterkant, Gustavo van der Veen. En de DVS-achterhoede probeert de bal daar weg te werken. Roald de Vries weer dezelfde Gustavo van der Veen. En Sneek kiest gelijk voor de aanval. Basile Camara kijkt waar hij die bal kwijt kan. Dat kan hij bij Christian van der Kamp. Christian van der Kamp terug op Basile Camara. Christian van der Kamp weer. Kai Velda, keurige bal op Christian van der Kamp. Gaat schieten. Bal gaat net een metertje naast. Goeie aanval van DVS. Na 6 minuten voetbal. Yassin Koert. Joran van Zanten mee naar voren. Dat kan die. En geeft hem mee aan Roald de Vries. Tikt hem terug. Kai Velda. Joran van Zanten. Kai Velda. Wat gebeurt daar? Oh, Christian van der Kamp. Maar de keeper. Paas richting Yassin Koert. Ali Akla gaat daar weg, maar overtreding, Ali Akla. En levert dat de eerste gele kaart op? Ja. Gele kaart voor de aanvoerder, Ale de Boer. Sneek, snel eruit. Paas op Kurti Gonzalez, geen buitenspel. Kurti Gonzalez daar, alleen op de doelman af. En hij scoort, Kurti Gonzalez, hij scoort. Grensrechter heel gedecideerd, een paas door het midden. Daar kreeg Kurti Gonzalez toch onverwacht veel ruimte van de DVS-verdediging. En kan eenvoudig scoren. Ik heb die naam al eerder genoemd. Ik heb het van tevoren ook al gezegd. Kurti Gonzalez, handige voetballer.
bewegelijke voetballer. Kai Velda weer. Op aangeven van Roald de Vries. Roald de Vries. Roald de Vries tikt hem op Yassin Kurt. Yassin Kurt. Schotpoging. Nou. Ging maar net naast. Joran van Zanten. Mike Arens. Mooie lichaamsbeweging. Christian van der Kamp, Kai Velda. Mike Arens krijgt die bal terug. Moet gaan scoren. En dat doet hij. Prachtige aanval van DVS 33. Zo komt DVS in de 30ste minuut van deze wedstrijd op een 1-1 gelijkspel. Doelpuntenmaker op aangeven van Kai Velda, Mike Arens. Wat een fantastische aanval was dit. Met name inderdaad. Mooi opgezet door Mike Arens. En uiteindelijk ook door Mike Arens afgemaakt. Schitterende aanval, DVS 33. Daar weer een mooie actie. Van Eken. Christian van der Kamp. Tikt hem door op Mike Arens. Mike Arens. Ali Akla. Schitterende paas. Mike Arens zit goed in de wedstrijd. Dat kun je duidelijk zien. Oh, prachtig meegegeven door Ali Akla. Maar net even iets te ver. Mike Arens in duel daar. Ali Akla kan hem oppikken. Oh, sterk. Ali Akla, daar kan hij niet doorheen door Van der Veen. Toch weer goed teruggewerkt. En dat levert weer balbezit op. Ali Akla. Zo, die gaat scheidsrechter voordeel. Roald de Vries. Roald de Vries wordt daar neergelegd. En dat is een strafschop. Scheidsrechter Puts ziet de overtreding gemaakt op Roald de Vries. En geeft de strafschop. En dat is in mijn ogen een duidelijke strafschop. Komt die penalty? Mike Arens. Die wordt gepareerd door keeper Strijker. Dit was wel de uitgelezen mogelijkheid om op 2-1 te komen. Maar de strafschop die wordt gepakt door keeper Strijker. Tweede helft. Is nu begonnen. Noordmans op González. González met Joran van Zanten voor hem. Komt die voorzet. Achterin is Ramos. Legt de bal klaar. Edmond Meijner daar. Staat aan de verkeerde kant. Oh! Grote kans voor ONS Sneek. Roald de Vries. Roald de Vries draait naar binnen. Ja, en op lichaamskracht krijgt hij, behoudt die bal bezet. Mike Arens. Toch direct moeten schieten. Niet even wachten. Toch weer een mogelijkheid voor DVS. De heer Strijker. Mike Arens, prachtige balbehandeling. Eén verdediger weet hij te passeren, de tweede net niet. Alen de Boer. Oh, wie is dat? Mike Arens, die kan hem hebben. Gele. Rode kaart. Dit is zwaar overdreven, scheidsrechter. Jongen, dit is niet te geloven. Geeft hij eerst geen tweede gele kaart aan Ale de Boer. Waar Ale hem plezierig voor bedankte. En voor zo'n overtredingje geeft de heer Puts een rode kaart. Verbazingwekkend. Maar nu zijn ze zelf in ondertal. Kijken hoe ze daarmee omgaan. Overtreding van de nummer 24. Echt ontnemen van een bepaalde mogelijkheid. Joran van Zanten. En wat gaat er gebeuren? Nee, die bal die rolt er net niet in. Doodzonde. Heel jammer. Kampstra. Geeft de bal om González. González gaat de 16 meter binnen. Gaat een Edmond Meijner voorbij. Maar daar redt Paul Epping zijn ploeg. Fantastische redding. González met Roald de Vries bij hem gaat schieten. En die gaat via de bovenkant van de lat gaat die bal over. En via Van Eken komt daar Sneek toch in balbezit. En daar moet Basil Camara ook echt opletten. Dat doet hij niet. En daardoor valt hier de 2-1. Door Danny Kamstra. Even een moment van onoplettendheid van Basil Camara. En Sneek is er als de kippen bij om daarvan te profiteren. Ja, beweging is er bij Kai Velda. Maar ook bij Christian van der Kamp. Ja, toch op inzet. Weet hij die bal te behouden. Mooie paas Ali Akla. Heel mooi meegegeven. Wat een
met zijn handelsmerk. Met een werkelijk schitterend schot in de rechterbovenhoek. Prachtig, prachtig, prachtig. Volkomen verdiend voor DVS. Jongen, weten ze het toch nog te fixen. Ali Akla. Ali Akla. Twee man voorbij. Ali Akla gaat die bal de 16 meter in. En dan schiet Christian van den Kamp net niet de 3-2 binnen. Goede redding van keeper Strijken, maar een goede voorzet van Yasin Koert. Christian van den Kamp komt voor zijn man, maar keeper Strijken redt voor ONS Sneek. Paul Epping weg te grazen nu. Een mooie dieptepaas van Edmund Meijner op Heidi Pinacci. Daar aan de rechterkant gaat er nog wat gebeuren. Ali Akla met een enorme sprint. En wat doet hij? Hij schiet de bal in het zijnet. Prachtig, wat een enorme sprint van Ali Akla. Zou het de laatste trap zijn in deze wedstrijd? Hoog in de buurt van de Veen. Kan die bal daar onder controle brengen. Brengt gelijk die bal daar hoog in. En een werkelijk schitterend doelpunt van Ramos. Prachtig schot. En ONS Sneek kan zijn geluk natuurlijk niet op. Richard Karmbel, die wordt er helemaal gek van. Gek van geluk. Kan erin komen. Prachtig doelpunt van ONS Sneek. Opeens kwam die daar zomaar vrij. De analyse van deze ongetwijfeld hele opwindende pot voetbal tussen DVS 33 en ONS Sneek. Allereerst Richard Karrenbelt, de hoofdtrainer van ONS Sneek. Gefeliciteerd met deze overwinning. Jammer, Roeland. Oké, wat voor wedstrijd heb je gezien, Richard? Ja, goed, een wedstrijd die natuurlijk open is. Aan beide kanten heel veel ruimte weggegeven. Waarin wij de eerste helft moeite had met de lopende mensen. Met name Arends is er geloof ik 22 die echt de juiste moment door de as kwam en door de zijkanten kwam. Nou, daar hadden we moeite mee. We begonnen wel vrij aardig, komen we op dat moment ook voor. Maar in de loop van de wedstrijd vond ik dat we absoluut de controle helemaal kwijt waren tot aan de rust. En na de rust, met name met de omzetting van de aanvoerder die voor de verdediging ging spelen, toen pakten wij de controle meer. Ja goed, en dan heb je natuurlijk de situatie dat de rode kaart valt. Dat we toch op 2-1 komen, dan zie je bij ons hoe broos het is. De stand op de ranglijst, dat er weer twijfel komt in dit soort situaties. En dan komt ook nog weer zo'n 2-2 weer binnenvallen. Waar ik in ieder geval natuurlijk hartstikke blij mee ben, is dat we wel gewoon op een normale manier door zijn gegaan. Maar je ziet toch te veel angst, niet zoveel vertrouwen hebben in elkaar. Het overnemen van spelers, dat zie je, dat is het broze een beetje op dit moment bij ons. Ja goed, en dan is het prettig als je in de allerlaatste seconde de bal binnen schiet, want dan hoef je in ieder geval niet meer te verdedigen. Alet de Boer was vrij dankbaar naar de scheidsrechter toe dat hij mocht blijven staan in die eerste helft, hè, bij die strafschop. Ja, vind ik onzin. Er staat namelijk nergens in de regels dat gele kaart moet wezen. Het is gewoon een kleine overtreding. En dat is een strafschop. Dat was het ook. Het was een absolute strafschop. Maar er staat er nergens in de regels dat een gele kaart is. Maar goed, Alen was dankbaar. Had ik gehoord hoor. Maar ja, ik kan het mis hebben. Iedereen die roept dat het een tweede gele kaart is. En er staat nergens in de regels dat zo is. Kijk, dit is gewoon een overtreding. En het is een lichte overtreding. En die overtreding die moet bestraft worden met een vrije bal. Dus in de 16 is dat een penalty. Maar het is toch geen gele kaart? Oké, prima. Goeie mening. Roeland, eerste helft. Moet je denk ik redelijk tevreden over zijn? Nou, eerste fase niet helemaal. Want kijk, we weten dat we een heel optimistisch spelen richting de spits. En vond ik dat we even moeite hadden om echt de controle te krijgen als je het hebt over het middenveld in balbezit krijgen. Je ziet ook die goal van een, die komt voort eigenlijk uit een vrije trap van ons. De keeper van hen vangt de bal en die rolt hem uit. En dan zitten we even in een omschakeling waarbij we niet snel genoeg zijn. De paas komt van hun, dat valt allemaal net weer goed. Fase daarna vond ik dat we gewoon heel goed voetbal speelden. En waarbij we volgens mij een fantastische goal maakten. Echt een fantastische goal, die 1-1. Dan krijg je dat moment van de penalty. Nou, dat vond ik gewoon heel goedkoop. Volgens mij is het ontnemen van een 100% scoringskans. Hè, want Roald die was er langs en staat dan gewoon oog in oog binnen de 16 meter. Oog in oog met de keeper. Dus volgens mij was het ook geen geel inderdaad, het was rood.
direct rood. En daar ben ik wel heel erg pissig om. Want hij staat gewoon alleen voor de keeper. Het is een 100% scoringskans. Maar goed, wij missen, helaas missen wij de panel. Maar ik vond wel dat wij dus vanaf op de eerste 10 minuten na dat wij gewoon een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Dus er was in de rust ook weinig aan de hand. We zouden gewoon die lijn doortrekken. En dan zie je ook weer in de tweede helft. Ja, in mijn beleving gaat Mike gewoon vol voor de bal. En raakt volgens mij de bal ook nog. Ja, zo'n scheidsrechter trekt dan weer rood. Nou ja, ik mag gewoon hopen dat het nou eens een keer een echte rode kaart was. Dat ik er hartstikke na zit. Maar laten we niet vergeten, we hebben al 3 rode kaarten gehad. En 2 zijn er gewoon vrijgesproken. Dat er gewoon niks aan de hand was. Maar dat betekent wel dat we ook 2 schorsingen hebben gehad al. Dus ik vind dat we iedere keer gigantisch benadeeld worden. En ik hoop het niet voor Mike natuurlijk. Maar ik hoop het eens een keer dat het misschien wel een keer zo is. Want dan, volgens de cameraman staat het er redelijk duidelijk op. Ja, nou ja, laten we maar zien. Maar goed. Oké, maar die tweede helft, daar begonnen jullie natuurlijk ook weer heel goed druk te zetten. En ja, tot dat moment natuurlijk dat je met 10 man komt. En dan doe je het daarna toch nog heel aardig. Ja, nee, ik vind ook weer dat wij gewoon een prima tweede helft hebben gespeeld. Het was weinig mis mee. En ook met 10 man waren we nog de bovenliggende partij. Konden we op hun helft blijven doorcombineren. Maar ja, je weet wel iedere keer als hun de bal veroveren, dan gaat hij lang op de spits. En ik vind dat we dat niet goed hebben gedaan. We hebben dat ook niet goed verdedigd. We hebben ook vooraf gezegd van je moet ook niet steeds tegen hem aanlopen. Dat heeft niet zoveel zin. En dan gebruikt hij juist als draaicirkel. Nou, dat zie je wel bij die laatste goal bijvoorbeeld. Dus dat is niet heel erg handig. Maar goed, het is natuurlijk wel knap van de ploeg dat ze met 10 man zo blijven doorgaan. En dan ook weer een fantastische goal maken. En die 2-2. Ja, en als ik heel eerlijk moet zijn, als iemand verdient dat te winnen, dan vond ik dat wij dat waren. We hadden het betere veldspel en ik vind dat wij een prima wedstrijd gespeeld hebben. En dat we dusdanig benadeeld zijn door de scheidsrechter vandaag. Die hebben zo'n grote invloed gehad op alles, vind ik. Ja, dat vind ik heel jammer. En nou ja, die laatste goal van hun was natuurlijk gewoon een goede goal. Maar, Dat is een duidelijke mening, Roeland. En je mag hem hebben. Richard zal er iets anders naar gekeken hebben misschien. Maar Ik wel stond te kijken dat de rode kaart getrokken werd, hoor. Ik bedoel, ik heb alleen een mening over die gele kaart die je net stelde. Maar... Nee, precies. Nee, dat is hartstikke goed. Prima. Tweede helft. Toch ontstonden er ruimtes bij DVS. Natuurlijk ook omdat de krachten afnamen. En daar hebben jullie goed van gebruik gemaakt. Ja, ik weet niet of de krachten afnamen. Ja, goed, ik denk dat wij ook in de fase op een gegeven moment net naar de rust kwamen hun goed uit de stapblokken. En toen kregen wij met Bob Schepers natuurlijk al een hele grote kans dat hij helemaal alleen voor de keeper stond. Helemaal vrij, dat hij hem overschoot. Jume Ramos al voor de rode kaart al in een kansrijke positie. Dus ik ben het dat betreft niet met Roeland eens dat we absoluut helemaal hadden moeten winnen. Het was misschien een gelijkspel, was misschien de meest terechter geweest. Hè? En ik denk dat we daar heel reëel in kunnen zijn. Maar ik denk dat wij absoluut onze kans hebben gehad. En zeker ook... Na de 2-2. Het was in ieder geval wel een wedstrijd waarin van alles en nog wat gebeurde. En volgende week, dan spelen jullie tegen? Dan spelen wij tegen Capelle. Dat zal waarschijnlijk niet zo open zijn als vandaag, denk ik. Nee, dat denk ik niet, nee. Het is een redelijk compact verdedigend ploegje, denk ik. Nou, verdedigend. Als je dat soort opmerkingen maakt over verdedigend ploegje, dan doe je altijd ploegen tekort. Ik vind dat een hele grote kwaliteit dat je heel goed georganiseerd kan spelen. En dat vind ik van Capelle. Zo. Veel succes daarmee, trouwens. Bedankt voor dit interview. Roeland, volgende week uit naar IJsselmeervogels. Ja, klopt. Ja. En dat wordt natuurlijk weer sensationeel, Roeland. Hè? Nou ja, het was hier thuis een hartstikke leuke wedstrijd. En we hebben nu dus IJsselmeervogels en dan GVV thuis. Dus hartstikke leuke wedstrijd. En even hier overheen zetten en dan maandag weer richting IJsselmeervogels werken. Sterkte ermee. Je hebt er nog steeds moeite mee. Nou, dat duurt nog wel even. Ja, oké. Bedankt.